die steunpakketten en al die dingen die u net noemt en alle nieuwe potjes die u probeert en waarborgfondsen die u probeert aan te spreken, die zijn toch ook een keertje eindig. Het kabinet schreef bij de introductie van het laatste steunpakket dat zij zich realiseert dat de combinatie van sluitingen en ruimhartige compensatie op termijn onhoudbaar is. Het houdt een keertje op, toch? Of niet? Nou, als we zeggen tegen mensen met schulden, het houdt op, dat vind ik nogal wat. Want dan zeggen we eigenlijk, zoek het maar uit en ga de rest van je leven maar zien. Ik geloof dat je daar zelf niet gelukkiger van wordt, maar Nederland ook niet. Dus ja, u noemt het waarborgfonds. Dat is iets wat we deze week gaan lanceren. Precies voor mensen die misschien bij die voedselbank komen, daar eigenlijk misschien al te lang komen. Dan zeggen we, gemeente, neem nou die hele schuld over voor die mensen. Dan krijg je met nog maar één iemand te maken, namelijk de gemeente. De gemeente moet het met al die schuldeisers dan fixen. En dan heb je met alleen de gemeente te maken en ben je in 95% van de gevallen in 3 jaar echt klaar. En dan ben je eruit. Dan is die shit weg. En dat gun ik mensen. En nee, dat betekent niet dat we massaal alle bedrijven maar loonsteun moeten gaan geven en de vaste lasten moeten betalen. Maar op het moment dat de maatregelen van de overheid daarvoor zorgen, dan moeten we er ook staan om de boel overeind te houden. Maar dan kunnen we daarna weer met z'n allen naar voren. Precies. En zoals u net zegt, als je echt in de shit zit, u heeft het woord een aantal keer gebruikt, dan zijn we ervoor. Dan zijn we ervoor. Maar mag ik zeggen, waar ik heel blij mee ben, we hebben even een kort gesprekje gehad. Tenminste, we hebben meerdere gesprekken gehad. Maar het belangrijkste is dat er nu dingen worden gedaan die voor de lange termijn, die aan de lange termijn helpen, weet je wel. Ik bedoel, nu wordt er, natuurlijk ad hoc, wordt er vreselijk hard gewerkt aan om mensen te helpen. Maar we moeten gewoon veel meer aan tafel komen om preventief zaken op orde te stellen, weet je wel. Mag ik je die opmerking van jou, dank je wel.